Tom de Vries, jij met Odi 59 jouw club wel enorm in de penarie gebracht. Ja, ik moet zeggen, we hebben thuis dit seizoen niet heel veel goede wedstrijden gespeeld. En we wilden gewoon voor Barry in de laatste thuiswedstrijd en voor het publiek wat neerzetten. En dat is wel gelukt, denk ik, met 4-1. Ja, met als resultaat dat Quick Boys nog wel eens overal naast kan gaan grijpen. Ja, die moeten de laatste wedstrijd winnen, anders gaat DVS met de laatste periode vandoor. Dus ja, tegen Sneek volgens mij. Dus ja, wordt nog lastig. Ja, als je ziet dat Quick Boys inderdaad ook niet van VVOG thuis wint, ja, waarom dan wel van Sneek? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Ik vond VVOG heel matig, dus het verbaast me dat ze 0-2 verliezen. Maar ja, ik denk dat ze alles op alles moeten zetten om van Sneek te kunnen winnen. Moet wel lukken. Wat mij betreft wel, ja. Hoe volg jij dat nog? Jawel, ik kijk wel gelijk naar de wedstrijd. Kijk ik de uitslagen en dan ook wel speciaal naar Quick Boys natuurlijk. Dat is wel leuk. Ik vind het leuk als ze het goed doen, dus ja, dat volg ik wel. Maar vandaag even niet goed doen, Quick Boys. Nee, ik speel bij Odin, hè, dus ja, ik wil dan gewoon winnen van Quick Boys. En gescoord? En gescoord, ja. Dat was me nog niet gelukt, dus dat is wel leuk nu. Kijk terug op het seizoen van Odin, toch ook voor jullie eigenlijk gewoon een magisch seizoen geweest, met name vanwege de beker. Ja, absoluut. Dat was geniaal. Emmen uit, dat je daar 3-1 wint, ja, dat was fantastisch. Daarna Heerenveen thuis in het Telstar Stadion, ja, dat was uniek. En we waren al vrij snel veilig. En we wilden in de derde periode wilden we wel wat meedoen, maar ja, het is niet gelukt. En we spelen nu lekker het seizoen uit. Is toch ook prima voor een club als Odin? Ja, zeker. Als je het vergelijkt met de andere clubs in onze afdeling, dan denk ik dat we het meer dan goed hebben gedaan. Noordwijk de terechte kampioen in jouw ogen? Als je bovenaan staat wel, toch? Waar vind je ze ook echt beter dan Quick Boys? Je hebt nu zelf 2 keer tegen Noordwijk gespeeld en 2 keer tegen Quick Boys gespeeld. Als je nou die 2 clubs vergelijkt met de ervaringen uit de wedstrijden die je tegen hun hebt gehad? Moeilijk te zeggen. Thuis tegen Noordwijk vond ik ons wel heel goed spelen. Maar toen vond ik Noordwijk ook echt goed. Toen verloren we 4-2. En uit wonnen we daar 3-2 of 3-1, weet ik niet meer. En nou, Quick Boys, daar speelden we 1-1. Toen scoorde Jesse de laatste minuut. En nu vandaag, ja, als ik het met vandaag en die wedstrijd bij opnieuw Zuid vergelijk, dan denk ik dat Noordwijk misschien wel iets beter was in onze 2 onderlinge wedstrijden, denk ik.